En warm welkom voor twee helden van het Witte Doek, beide zo Brabants als een kuksje, Frank Lammers en Mike Weerts. Kijk, dan komen er acteurs en dan denken ze allemaal weer, oh ja, die zuipen, dus dan gebruiken ze drugs. Ja. Ligt de cocaïne op tafel en voor je het weet wordt het één grote klerenzooi. Welkom, welkom beiden. Ja. Maar net zoals bij de producenten en de regisseurs gaan we eerst even naar een paar clipjes kijken. Oh, gezellig. Wat jij wilt. 3,5 jaar geleden was ik met twee vrienden op een feest in het Amsterdamse bos. Ik was bijzonder gecharmeerd van twee meisjes. Immeke de Kroo en Femi El Amali. Ik heb zoveel geslikt en gesnoven en gesopen dat ik niet meer weet precies wat er allemaal gebeurd is. En je enige verklaring is dat je zoiets nooit zou doen. Ik zit er een godverdomme de tijd te voldoen tussen een stelletje Mongolen! Ah! Iets meer doorhalen. Iets meer doorhalen. Iets meer doorhalen! Vier! Lekker? Ja. Ja? Ja. Nou, zal Theo fijn vinden. Bekend terrein hier in ons? Ja, het mooiste verhaal daaraan vind ik toch wel... Waar André eerder zei over dat huis... waar ik dan gewoond heb in de film. Dan na de première, toen zijn we uiteindelijk beland in een café. Hoe heet het ook weer, André? De Machinist. De Machinist. Klinkt goed. Ja, ja, dat kennen als normaal mensen eigenlijk niet komen natuurlijk, maar... Wij waren toen toch een beetje ingeburgerd, dus wij mochten daar naartoe en kregen gratis bier. En, ik weet nog dat we naar huis liepen, of naar het hotel, ik met André. En toen kwamen we langs het huis waar ik had gewoond. En toen zei ik tegen André, kom, we gaan aanbellen. En dan ga ik net doen of ik mijn sleutels vergeten ben. Dat leek me leuk. Zo, wat doe ik hier? Flikker eens op. Maar ze waren helaas zelf nog niet thuis, want zaten nog ergens in de kroeg. Maar zit er iets in die Osse connectie? Is het iets Brabants? Want jullie zijn allebei geboren Brabants en volgens mij ook opgegroeid. Mm-hmm. Hier in de streek. Is zo'n verhaal dan dichterbij? De bende van Os? Gemakkelijker? Nee, volgens mij bestaat je werk. Of in ieder geval dat wil je. Je wil verhalen vertellen. Ja. Als acteur zijn. En het liefst de verhalen die je zelf heel erg aangrijpen of boeien. Of die je heel erg leuk vindt. En helaas... Heel vaak in ons werk, omdat we ook gewoon geld moeten verdienen, lukt het niet altijd. Spreek voor jezelf. Ja. Nou ja, Frank kan inmiddels kiezen omdat hij zeg maar iets anders doet. Ja. Commercials. Er zijn acteurs, ook echt acteurs die hun echte talent bewaren, zeg maar. En daar dan niet voor kiezen voor het kunstenaarschap kiezen. Op wie doel je dan, zeg maar. Mike? Ja. Nee, niet op mezelf, maar gewoon mensen met gewoon echt talent. En nee, dat is onzin. Nee, als er iemand belt nu met een bedrijf die mij ook daar wil betalen, dan zeg ik nu meteen ja. Want dat maakt dan dat je dus inderdaad wel zelf daarnaast heel erg kan kiezen wat je echt wil. Maar je dat kan niet altijd. Je koopt dan een soort artistieke vrijheid? Is het zo? Ik weet niet of dat... Ja, ik zie dat wel een beetje zo. Ik zie dat zo. En een goed pensioen. Ik was al lang artistiek vrij, want ik heb nooit keuzes gemaakt... voor het geld. Dus om op interessantere thema's terug te komen. Ja. Die film van Os, tuurlijk ligt daar dichter bij jezelf. Hij komt uit Overloon, ik kom uit Mierlo. Dat is wel allebei net... Hij woont iets dichterbij. Is wel net anders dan hier, want Os is Os. En Os lijkt alleen maar op Os. Heb ik wel het idee, zeg maar. Wij kregen ook als hoofdrolspelers in de film... kregen wij als dank een mes van de gemeente... Dit weer in aansluiting op wat André zei over de lagere school. Dat wordt hier gewoon door opgevoed. Dat thema van die film, dat is wel mooi. En natuurlijk dat verzet wat in die film zit tegen die kliek uit de Randstad en zo. Ja, daar zijn wij nog steeds wel een beetje van. Dus, maar vind je het ook leuk dat je dan met een Brabants accent mag praten, kan praten? Moet je dat boven de rivier jezelf afleren om het überhaupt te kunnen maken? Ja.
Ja, of in ieder geval, dat wordt wel vereist dat je netjes Nederlands kan praten, zodat het niet te veel afleidt. Nee, maar dat is ook logisch. Ik bedoel, als jij een Amsterdamse taxichauffeur moet spelen en geprat nog steeds, dan wordt het vrij ongeloofwaardig, zeg maar. Ja, voor mij was wel leuk, want ik hoorde dat die film gemaakt werd zo via. Ik heb André gewoon zelf gemaild. Ik ben achter zijn e-mailadres gekomen. Ik zei, ja, ik wil heel graag in Nederland. Ik had tot dat moment eigenlijk alleen maar series gedaan en theaterproducties. En ik wilde heel graag film. Als acteur in een film spelen. En toen dacht ik, ja, hoe kan het? Kan toch niet mooier dan in een Brabantse film? Dus ik mailde André en ik zei, ja, mag ik alsjeblieft dan een auditie doen? En dat mocht. En toen... jij ook mee? Ja, kreeg ik een klein rolletje waar ik... vervolgens heb geprobeerd om die zo groot mogelijk te maken. Hè, André? Ja. Is er allemaal zorgvuldig weer uitgeknipt. Wij houden wel van elkaar, hè? Niet dat jullie dat... Maar je wilde in een film meedoen. Maar is dit dan puur toeval dat die film toen voorbij kwam? Of had je zoiets van, nou, dit is zo'n prachtig verhaal, daar moet ik in zitten? Ik wilde heel graag film maken. En ik dacht van, ja, als er dan... Ik bedoel, ik was nog niet zo heel bekend. Als er dan een. En over het algemeen worden er toch vaak wel wat bekendere acteurs gecast voor een film. Omdat er veel geld mee gemoeid gaat, ook over het algemeen. En ik dacht, ja, als ik dan misschien ergens kans maak om nu in te komen, dan is het in een film die zich volledig afspeelt in Brabant. Omdat, ja, er zijn wel Brabantse acteurs. Maar het is nou ook niet dat er nou een heel groot vat open te trekken is van mensen die. Ik hoor net van Matthijs van Heiningen dat alle regisseurs blijkbaar van beneden de rivieren komen. Ja. Hoe zit het dan met acteurs? De goeie, hè? De goeie, ik denk dat dat ook zo is. Ik denk de beste acteurs uit Brabant. Dat is heel grappig. Ik heb natuurlijk ooit... ben begonnen met De Kracht van Brabant. Later heb ik met jou nog het Kanon van Lammers gemaakt. Het idee van De Kracht van Brabant kwam eigenlijk voort uit Olympische Spelen... in Australië, waar Zuidoost-Brabant, dat is dan waar ik vandaan kom, hè, maar goed. Die waren 12e op de medaillespiegel met Van de Hoge Band en Ankie van Grunsven en een paar hockeyers. En ik vond dat gek. Ik denk, hoe kan dat nou? En toen ging ik er verder over nadenken. Als je daar, dus qua acteurs, heb je Monique Hendricks, die komt uit Deurne, dat weten niet veel mensen. Maar Sylvia Hoeks komt uit Maarhezen. Ik kom er vandaan, ga je naar de cabaretiers, die komen allemaal Marcel uit Eindhoven. Marcel Musters komt uit Tilburg. Hans Theeuwen, Theo Maassen, Ronald Goedemond, de Vliegende Panthers. Ook mensen van die weet Eer van Souwers. Ze komen allemaal hier vandaan. Nou, dat weet ik niet. Nee, niet helemaal. Want toen ben ik daar dus gaan onderzoeken in dat programma van wat het nou was. En de grote filosoof F. Bauer uit Feyenaard... Die gaf uiteindelijk het verlossende antwoord. Die zei namelijk, nee, dat is heel eenvoudig, wij doen niet zo moeilijk. Ja. En uiteindelijk is dat echt wel heel kort door de bocht de kracht. Toen ben ik daarna op zoek gegaan in het Kanon van Lammers, waar het nou vandaan komt. Kwam in een notendop, hè, want jij weet het wel, maar de rest misschien niet. Je hebt katholiek en protestant, waar Matthijs al aan refereerde. Katholieken die doen inderdaad niet zo moeilijk. Die zeggen eerst ja en dan kijken ze wel waar de problemen zijn. De protestanten kijken eerst wat de problemen zijn. Die lossen die allemaal op en dan gaan ze het pas doen. Ja, dat is niet heel productief. Wel veilig. Dus je gaat er minder vaak van failliet, zeg maar. Dus voor een filmproducent is dat een goed idee. En verder was Brabant heel lang overheerst door allerlei mogendheden. Nou, daar weet jij meer van dan ik. Duitsers, Spanjaarden, Fransen, wat heeft hier niet allemaal gezeten. Maar die waren er niet om de orde te handhaven. Dus hebben we, naast die katholieke ja-zeggeest, hebben we ook nog een soort rebelse inslag gekregen. Ja. Want er werden iedere keer nieuwe regels aan de muur gespijkerd. En dan dachten wij, ja, het zal wel. Maar we kunnen het ook wel zo doen. Ja. En dat is heel productief. En levert een creatieve geest op. Ik denk dat een beetje is wat het is. In jullie ervaring, is iemand die uit Amsterdam komt in staat om Brabants te praten? Nee. Andersom wel, hè? Nou, Nagrit als voorbeeld. Als ik het niet had geweten. Nee, maar daar heeft gewoon... Kijk, daar kan je of daar kan je niet. En ik heb daar een knop voor in mijn hoofd zitten. Weet niet wat dat is. Ik kan daar gewoon wel redelijk goed. Hanna was wel heel goed trouwens, vond ik. Hanna Hoekstra. Dat heeft met klank te maken en of je dat kan kopiëren of niet. Mijn dochter kan het bijvoorbeeld ook. Die kan Brabants en daar zit in je hoofd. Dat kan je of dat kan je niet. Maar die is half Lammers. Ja. Dat kan bijna niet anders. En half lekker wijf. Wat wil je nog meer? Precies. Trump. Ideale twee werelden. Deze Melania. Frank.
Jij maakte met Of ik gek ben jouw debuut als regisseur. Ja. Hoe was dat? Dat kun je beter aan hem vragen. Hoe was dat? Ja, ik dacht, acteren kan hij niet, misschien kan hij wel regisseren. En dat bleek echt zo te zijn. Nee, dat is onzin. Nee, ik had met Frank gewerkt bij de Bende van Os. En ik, als acteur dan, maar hij had gewoon vaak heel veel goede tips. En ik, toen wij Of ik gek ben gingen maken, waar ik ook producent van ben, een initiatiefnemer. Toen dacht ik als eerste van ja, oké, misschien moet ik een regisseur dan zoeken out of the box. Dus niet een André die al jarenlang regisseur is, maar gewoon iemand die dit als debuut of zo kan doen. En omdat het ook wel een eigenzinnig project was, dacht ik, moet ik ook iemand zoeken die ook een beetje eigenzinnig is. En toen kwam ik eigenlijk al heel snel uit bij Frank. En dat, ja, ik vind dat misschien wel de allerbeste keuze die er gemaakt is, in ieder geval voor deze film. Ik vond het heel fijn. We hebben ook nieuws en dat maakt dan het plaatje van deze dingen ook een beetje rond. Want ze hadden het net over de grootste filmindustrie ter wereld. Die was in... Bollywood. India. En as we speak wordt bekend dat Of ik gek ben de prijs voor beste film heeft gewonnen op het filmfestival van Noida. Dat is net onder New Delhi. Hey. Hollywood, here we come. Ja. Dus dit is ons laatste optreden in Os. Wij vliegen dadelijk naar India. Nee, maar dat is wel heel leuk natuurlijk. En dat is ook leuk om te horen, denk ik, Frank. Nou ja, ik ben wel geïnspireerd door de Indiaanse film. Dus ik vind het wel leuk dat ze me daar wel snappen, zeg maar. Omdat... Ja, nee, hier in Nederland vinden ze die film moeilijk. Maar... Kijk, India's film heeft een hele andere dramaturgie dan Nederlandse films. Hier gaat altijd, zie je eerst de telefoon, dan gaat hij. Nou, of je ziet eerst iemand draaien. En in India neemt iemand gewoon de telefoon op. Dat is een verschil. En dan gaan ze ook gewoon vechten zonder dat je precies weet waarom ze nou precies aan het vechten zijn. Maar omdat de regisseur denkt, nu moet er even gevochten worden. Ja, dansje ertussen, ja, muziekje. Ik vind dat vond ik inspirerend. Dus ook in mijn film vliegt er in de eerste minuut iemand in de fik. En je weet mijn god niet waarom. En dat krijg je ook nooit te weten. En dat komt echt van de Indiaanse film. Dus ja. Ah, je kon goed, dat heeft hij net verzonnen. Dat is echt... Nee, dat heb ik niet net verzonnen. Nee, echt niet. Nee. Ik ben daar ooit een paar weken geweest. En toen ben ik heel veel naar de bioscoop gegaan. Dus dat we nu daar zo'n prijs winnen, vind ik wel heel te gek. Is dat nodig, die erkenning? Als niemand zou zeggen van wat een briljante film, vind je het dan toch nog steeds een hele goede film? Ik ben er eigenwijs genoeg voor, ja. Ik vind ook wat zij allemaal zeggen, film is pas succesvol. Met toeschouwersaantallen, geld en prijzen. Voor mij is een film succesvol als ik zelf het gevoel heb dat ik er alles uit heb gehaald. Uh-huh. En dat ik verteld heb wat ik vertel. Is er dan een verschil als regisseur of acteur? Ik kreeg applaus van één iemand. Dat vond ik leuk. Ik wilde me daar wel bij aansluiten. Ik vind ook, en ik snap het allemaal wel, want dat heeft met geld te maken. Dat we ons een beetje doodstaren op cijfers en zo. Maar volgens mij begin je... ik heb dat in ieder geval ook aan Frank. Dat herkennen wij ook heel erg in elkaar. Maar misschien komt dat ook omdat we dan acteurs zijn. En misschien een andere manier daarmee bezig zijn. Dat je wil, in den beginnen wil je een verhaal vertellen. En daar gaat het om. Om maar even cijfers erbij te halen. Of ik gek ben, had 8000 bezoekers met Wringen en Wurgen. Maar, zijn overigens heel veel oorzaken voor onder andere het bioscoopklimaat in Nederland. Ja, maar goed, dan zouden wij, zeg maar, dan zou je kunnen zeggen, oh, dan ben je een mega flop. Ja, ik vind Of ik gek ben voor mezelf en denk ook namens Frank en voor iedereen die film gemaakt heeft... Een enorm succes. Kijk, het is gewoon heel moeilijk om een film te maken in Nederland. En al helemaal als je er een eigenwijze film wil maken. En als je dan ook nog eens opstaat als jonge, eigenwijze acteur. En je vraagt een regisseur die nog geen film geregisseerd heeft. In ieder geval niet op dat level. Dan vinden mensen dat allemaal ingewikkeld. Maar wij waren eigenwijs genoeg om te zeggen, wij gaan het maken. En op onze manier. En als mensen ons iets in de weg leggen, dan verplaatsen we die mensen naar een andere plek. En dan zoeken we mensen die wel met ons mee willen. En dat maakt het heel ingewikkeld, het hele proces. Maar, en het was de film met de beste figuranten ever. Uit Os. Ja, nee, er zijn er een paar. We hebben trouwens ook goed gedaan in Os hier. Ja. Nee, die kwamen al, die hebben we te danken eigenlijk aan de Bende van Os, maar die hebben er echt... Goed, ik had heel veel boeven nodig. En waar vind je boeven?
Ze zien er goed uit, jongen. Het is echt lelijkere mensen dan in Os kende eigenlijk niet vinden. En die hebben er ook helemaal geen problemen mee. Je gooit er op tijd een biertje in en dan... Ja. Frank, nou hadden we het net over, hè, dat jij wel iets hebt met die Indiaanse film. Nou hoorden wij dat jij ging een musical maken over de hertgang. Ja, klopt. En wordt dat ook in die stijl dan? In welke stijl? Bollywood. In de Bollywood-stijl. Ja, nou ja, daar zeg je nou wat. Nee, ja, nee, dat weet ik nog niet. Er zijn ook heel veel mensen hier in Oost die zijn voor Ajax, waar ik heel vreemd vind, overigens. Maar, nee, een musical, ja, de geheimen van de hertgang heet die. Het gaat over Harry Verhaay en Harry Verkemenade. Harry Verkemenade was de uitbater van de hertgang, die is overleden. Maar dat was wel een speciaal figuur, want die hield de jongens een beetje met de voetjes op de grond. Met legendarische verhalen als iemand die zei... Hey Harry, die koffie die is niet te zuipen, man. Is die van gisteren? Ja, zegt hij, als je de koffie van vandaag wilt hebben, moet er morgen komen. Maar dan tegen die jongens die daar tonnen per week in hun zak zitten schuiven. Ik vind dat wel mooi, ja. Maar dat is weer een rol als regisseur. Ja. Heb je de smaak te pakken? Nou, ik vind dat ook leuk om te doen. Er komt nu ook een kinderfilm uit, daar speel ik dan gewoon weer in. En volgend jaar ga ik een Belgische serie doen, waar ik ook gewoon in speel. Dus, nee. Whatever. Zit geen carrière move in van, ik stop met acteren? Nee, dat willen mensen altijd graag. Dat je ergens mee stopt om ergens anders mee te denken. Ik stop helemaal nergens mee. Nee, hoeft ook niet. Nee. Ja, ik denk als je... nogmaals, je wil dat is, wat je het allerleukste vindt, is verhalen vertellen. En dat kan als acteur, dat kan als regisseur, dat kan als producent. Acteurs zijn over het algemeen een vrij lui volk. Want die gaan zitten wachten dat er iets voorbij komt. Heb jij nu niet gedaan, maar bij Of ik gek ben, dat wilde jij heel graag verfilmd hebben. Ja, en ik heb nog veel meer plannen die ik zou willen verfilmen. En dan ga ik ook proberen om dat te realiseren. Omdat ik denk, dan verlies je heel veel tijd met heel de tijd wachten. Want wij komen als acteur namelijk als allerlaatste in de rij. Hè? Dus er komt iemand met een plan voor een film. En dan gaat hij naar een producent. En dan wordt er vervolgens gecast. Dus helemaal op het einde van het verhaal kom je als acteur eens een keer kijken. En dan moet je ook nog eens concurreren met heel veel andere acteurs. En dan mag je, misschien heb je de eer dat je dan die rol mag spelen. Terwijl ik denk, ja... Je kan ook gewoon zelf een verhaal bedenken en gewoon keihard werken dan maar 3 of 4 jaar... om te zorgen dat je dat je het geld bij elkaar krijgt om dat verhaal vervolgens te vertellen. Dat kan een grote film zijn, dat kan een kleine film zijn, dat kan een serie zijn, dat maakt niet uit. Als je daarin gelooft, dan moet je daar gewoon vol voor gaan, omdat je dat wil spelen. Ik heb uit geen enkel project meer voldoende gehaald dan uit de Bende van Os. De Bende van Os. En dan moest ik zeggen van André. Al die twee dagen? En Of ik gek ben. Nee, Of ik gek ben was gewoon... Dat was heel hard werken. En dat duurde 3 jaar voordat ik uiteindelijk kon spelen... waar ik als acteur heel veel behoefte aan had. Maar ja, dat heeft zoveel voldoening opgeleverd... dat ik, als ik dat de rest van mijn carrière zou moeten doen op deze manier... dan zou ik het prima vinden. Want dan sta ik elke keer in ja, weet je wel, producties waarvan ik denk... hier sta ik voor de volle 100% achter en in. En dat vond ik wel heel magisch, ja. Ja. Maar kan het Nederlands publiek of misschien de Nederlandse filmwereld... de films die jullie dan maken wel op de juiste waarde schatten? Want van André heb ik al gehoord dat de Helleveeg... het ja, internationaal misschien wat beter doet met prijs voor Hanna Hoekstra... en nu dan dus een prijs voor jullie film in India. Ligt het dan aan ons? Snappen wij de films niet? Ligt het aan de distributie, zoals je net al zei? Er zit heel veel scheef in de distributie en in de manier... waarop films geprogrammeerd worden, behoudens dit soort... Het is ook niet gek dat die bezoekersaantallen hier blijkbaar hoger liggen dan... Ja, 10%. Ook voor Of ik gek ben bijvoorbeeld, zijn hier meer mensen geweest. Het lag ook aan die figuranten natuurlijk, maar... nee, serieus. Maar alle grote bioscopen zijn buitenlands. Kinepolis, Pathé, JT, Chinees, Frans, Engels. En die... gaan echt op het geld. Dus die kijken gewoon, wat is je publiciteitsbudget? Hoeveel kan ik er misschien aan verdienen of niet? Dus een film als de ons, die gaan zitten gapen. Een film als de... Ik zag hem onderdrukken. Een film als ons is ook verder niet interessant. Daar heb je ook gelijk in. Maar je stelt dezelfde vraag. Ja, ja. Een film als onze film, die draait dan 1 keer om 11 uur 's ochtends en om 5:30. Ja... en dan zeggen ze daar, er is niemand naartoe geweest. Nee, ik vind het gek. Maar los daarvan, hè, dus de programmering en oké, er zit geld achter. Er zitten grote buitenlandse maatschappijen achter.
Heb je het idee dat in andere landen in Europa, in Scandinavië, of misschien al in België of in Frankrijk, film ook op een hoger voetstuk staat bij de gemiddelde bewoner van dat land? Is het in Nederland nog steeds van, ja, ach ja, filmpje. Ja. Ze zien het daar meer als industrie en als exportmiddel. Bijvoorbeeld in België heb je nog een tax shelter en kun je een hoop geld, er wordt geld ingepompt. Maar de industrie is daar ook gewoon professioneler. Ik ben nu aan het werk daar aan die serie. En die serie heeft gewoon 3 schrijvers. En daar is alles van voor tot achter tot in de puntjes geregeld. Terwijl hier in Nederland, bel eens op, kan je morgen komen filmen, bij wijze van spreken, ja. Het is ook gewoon... In Nederland is het volgens mij veel meer een soort van televisiepubliek. Ik bedoel, dat Gooise Vrouwen 2 miljoen bezoekers aan, is natuurlijk eigenlijk gewoon absurd. Het is echt een hele slechte film. Ja, is gewoon zo. En dat is tof dat het gemaakt wordt, maar gaat gewoon helemaal. Het zijn gewoon 3 afleveringen aan elkaar geplakt. En dat is dan de Gooise Vrouwen 2. Dat noemen ze dan een film. Ja, dat klopt gewoon. Dan was mijn vraag eigenlijk naar, hoe zit het dan met de smaak van de Nederlanders? Ja, dat is niet zo best. Want de best scorende films nu, nu vooral in deze tijd, daar praat ik niet over jaren geleden. Maar als je kijkt welke films het nu goed doen, ja, dan lijkt de Nederlandse film eigenlijk tot 1 genre teruggeworpen te zijn. Dat is namelijk de romantische komedie. En daar gaan 200.000, 300.000, 400.000 mensen naartoe. Als je die kijkt, de gemiddelde romantische komedie in Nederland die dan hoog scoort, is toch eigenlijk wel bedroevend slecht qua kwaliteit. Als het gaat over verhalen en dat soort dingen. Wij proberen iets te doen wat ze in Engeland beter kunnen, om het zo maar even te zeggen. Sorry? Romcoms maken. Of ze dat in Nederland beter kunnen? In Engeland. Sowieso zijn de Engelsen beter in comedy maken. Ja. Maar ook hier Is er een Nederlandse film? Nee, het gaat over. Kijk, er is de vraag voor romantische comedies, want de Nederlanders zijn allemaal een beetje te. Ah, jongens, laten we het ergens anders over hebben. Leuk dat gezeik altijd over die andere films. Frank, heb jij een stemadvies? Een stemadvies? Ja. Ik vind het moeilijk. Of was de grootste acteur uit de politiek? Nou ja, ik maak altijd overal grappen over. En hier even niet over, denk ik. Komt er zo wel weer een boven. Maar het is natuurlijk droevig gesteld met de wereld op het moment. En dat ligt ook aan jullie. En aan ons. En we leven eigenlijk in de beste tijd die er ooit geweest is. En dat is echt zo. Met de meeste welvaart en de minste armoede. Hoe hard mensen ook roepen. Maar echte armoede. Dat je vergaat van de honger. En er zijn best mensen die het misschien zwaar hebben. Maar dat is totaal niet meer in verhouding met wat vroeger echte armoede was. En toch is iedereen ontevreden. Ze hebben het dan over de boze witte man. Die bestaat natuurlijk helemaal niet. Die groep die is er niet. Het gaat erover dat het geloof is verdwenen. Mensen hebben geen uitzicht meer. En dat komt voor een deel ook door de mondialisering. Dus, wat moeten we doen? Ja. Mike, wat moeten we doen? Nee, dat weet ik ook namelijk. Als enige, ik ga de politiek in. Nee. We moeten sommige dingen terug naar kleinschaliger gaan brengen. Dus die hele politieke herindeling en al die gemeentes die maar groter worden en groter worden. Dat is precies wat ons allemaal genekt heeft, zeg maar. Omdat mensen uit Herpen, die moeten nu ook hier in Oost naar het gemeentehuis waarschijnlijk. Ja, ik hoop maar even wat. Nee, maar dat is gewoon stom. Vroeger, mijn vader was wethouder, werd er opgebeld. En dan zei ze, Peter, die boom bij mij. En zijn vader, dat regel ik. En dan was het opgelost, snap je? En op kleine schaal kan dat nog steeds. Dus daar moeten we voor gaan vechten. Dus volgens mij moeten we gaan stemmen op, in ieder geval op een partij die dat doorheeft. Dus dat is geen D66, want die snappen het niet. Nee, die willen dan de provincies weer afschaffen door het allemaal nog groter te maken. Zo werkt het niet. Tegelijkertijd moet Europa wel bestaan en samen zijn. Dus, nou, Wilders en de VVD, dat doen we sowieso niet. Daar gaan we het verder niet eens over hebben. Over de Trump-achtige van deze samenleving. Dus blijven weg, over. Ja, dit is natuurlijk, de SP is de os. Maar die hebben ook wel, zitten er SP'ers in de zaal? Ja, daar was ik al bang voor. Maar jullie zijn ook altijd van de schaalvergroting en de dingen. En we halen de dingen eruit. Wel.
Dan gaan we maar eens praten met die baas van jullie. Want, dus ik stem op lijst over loon. Ik denk dat dan allemaal goed komt. Of kleinschaligheid gesproken. Ja, is beter. Nou ja, ik neig nu naar GroenLinks of toch de PvdA, omdat ik vind dat daar helaas de intelligente mensen zitten. Duidelijk. Heren, voor jullie allebei, we horen muziek. Nee, we zijn nog lang niet klaar. Heeft u nog vragen? Ja. Weet jullie uit welke film? Ik ben helemaal hier naartoe komen rijden, voor die 10 minuten toch niet? Weet jullie uit welke film deze muziek komt? Ik heb geen idee. Oh, Schindler's List. Heel goed. Zie je wel. Ja, hoe? Je weet het. Schindler's List. Ofwel Schindler's List. Net als ik. Heren, dankjewel. Ik kwam niet echt binnen, die gast. Voor die verre reis. Voor die verre reis hier naar. Maakt niet uit, heb ik wel vaak. Dankjewel. Vaak anders. Bye, great.